provincie probeert ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk variatie in de bermen komt door het beheer te voeren. De bermen dienen als verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Dat kunnen ze, die functie kunnen ze hebben. Dat betekent dat de weg is daar voor de mensen en de berm is een weg voor de planten en de dieren. Dit is een typische Brabantse berm, vol bloemen. Deze plant is valeriaan. En als die in de bermen groeit, dan geeft dat aan dat de berm van een goede structuur is. In deze berm passen wij het geslingerd maaien toe. Dat wil zeggen, onze maaier die rijdt met een slinger door de berm. Hij doet dat een paar keer per jaar en elke keer verandert de slinger. Daardoor ontstaan er verschillende maaihoogtes. Dit is vorig jaar gemaaid. Dit is al 2 jaar niet gemaaid. En door die verschillen in hoogte krijgen we meer variatie in de plantenstructuur. En we krijgen een verlenging van de bloeitijd, wat weer goed is voor de bijen en voor de vlinders. Nou, we zien dat mensen vaak zelf de berm gaan maaien. Ik begrijp dat mensen daar soms behoefte aan hebben, maar het is gewoon gevaarlijk. Het is gewoon link als mensen zelf de beslissing nemen om dat te gaan doen. Laat dat aan de professionals over, laat dat gewoon over aan onze aannemer. Die weet precies waar hij mee bezig is. Ja, het kan zijn dat het iets rommeliger indruk heeft. Het komt in Nederland hebben we een gebrek aan eigenlijk rommelige hoekjes waar dieren als insecten goed in kunnen overleven. We zijn eigenlijk te netjes om de dieren een goede overlevingskans te geven. En dat proberen we hier een beetje te creëren, een beetje de middenweg te zoeken. Om te kijken of dat we dus het aanzicht van de weg goed kunnen houden en de leefomgeving voor de dieren.